in de meest algemene zin van het woord een uit vloeibare toestand amorf verstarde anorganische stof. Als je dat recept voor je houdt, dan kan je ook glas maken. Als je je daar maar aan houdt. Nee, maar dat is helemaal niet waar. Laat ik zeggen, glas is namelijk helemaal niks. Nee, maar dat zeg ik. Een amorf verstarde anorganische stof, als je dat doet, dan hou je niks over. Nee, maar ja, het is nog iets subtieler. Kijk, voor mij en voor jou, hè, laat ik zeggen, dan is glas voor mij veel meer. Hè, laat ik zeggen, het glas is het materiaal zoals het in de oven zit. Als je in de oven kijkt, dan zie je namelijk helemaal niks. En als je heel goed kijkt, dan zie je een transparante laag vloeibaar glas in die oven zitten. En pas op het moment dat je het eruit haalt, dan zie je pas dat je iets van glas hebt. Maar het eigenaardige van glas is ook dat het is vloeibaar, het is heet en het is. Je kunt het blazen, je kunt er van alles en nog wat mee doen. Het is een eigen vorm. Nee, maar laat me nou even uitpraten. En laat ik zeggen, dat is zo anders dan zoals iedereen het glas kent. Want iedereen kent het glas gewoon zoals het koud is en staal is en het kan kapot en het wordt vies en weet ik veel wat. En laat ik zeggen, mijn lol is om met dat. Het enige moment dat ik echt lol heb van glas is op het moment dat het nog heet en vloeibaar is. Dat er dingen mee kan doen. Ik bedoel, dat is echt een prachtig spul. En als het koud is, ja, dan moet het wel heel erg mooi zijn. Wil ik het nog leuk vinden. Vind ik zo mooi dat het is of goed of je gooit het weg. En als je een schilder zou zijn, of weet ik wat, dan kan je weer overschilderen en je kan weer een stapje terug doen van god, zou ik daar niet een beetje veranderen? Daar kan het glas blazen helemaal. Je kan niet meer neuken. Jawel, dat kan wel, maar je kunt de dingen terwijl je aan het blazen bent, kun je niet gaan verbeteren of veranderen. Het moet altijd. Het is eenmalig. Ja. En ik hou niet zo van nadenken, dus dat vind ik wel mooi. Ja, nog een beetje blazen. Oh, maar. Weer even draaien hoor. Die kosten zoveel energie en concentratie dan als de enige redding is toch vreselijke luide muziek op de achtergrond, wellicht, om jezelf te ontstijgen. En dan kan je ook niet meer nadenken, dan ben je alleen maar zo gefocust op dat glas. Gaan. Ja, zoiets. Dan ga je gewoon kapot. Dus ben je bijna een beetje topsport. Dan ben je als dat ding dan helemaal af is, dan ben je ook helemaal, dan ben je helemaal gaar en uitgeput en kapot. Zullen we daar nog een beetje blazen? Vloeibaar is. En als het afgekoeld is, interesseert het mij ook niet zo heel erg veel.
Dan is het klaar. Meer. Ja, daarom kan ik niet ontwerpen. Als ik toch een beetje ijdeltuiterig ben, laat ik dat bij deze. Kijk, ik ben wel een beetje bijzonder, want ik ben eigenlijk de enige in Nederland, of op één andere persona, die in staat is om zelf de dingen te verzinnen en ook tegelijkertijd te maken. En laat ik zeggen, dat is zo'n eigenaardige positie dat als andere mensen glassen zien, dan is het altijd ontworpen en door een glasblazer uitgevoerd. Terwijl het in mijn geval, ja, ik hoef niet te ontwerpen, want ik maak het gewoon meteen. Dat is een beetje het verschil van mijn glas en de glaskunst in het algemeen. Ja, zelfs Frans Molenaar kan het. Ja, dat slaat ook allemaal nergens op. Wat uit die richting komt. Of Jan de Boefri? Dat slaat ook nergens op. Ja. Maar ze doen het wel. Ja, oké, maar laat ik zeggen, dat is gewoon. Ja, dat is handel. Mij wordt beoordeeld door commercie. Door leken. Het wordt gewaardeerd. Het is inderdaad handel. Ze hebben nog 12 rode jurken liggen. En daar gaan ze een glaasje bij maken. Dat past mooi bij elkaar. Echt hoor, die dingen gebeuren. Maar wat Bernard zei, daar ben ik het toch wel van harte mee eens. Toen ik. Dat is ook de reden dat ik weggegaan ben van de glasfabriek. Want dan stoort je daarbij. Hè? Ik heb nou mijn duurste pak aan, maar vaak in een mooi pak. En dan keek je wat ze deden en of ze het goed deden. Zonder daar enig bedoel van hebben. Wat bedoelt u? Nee, maar dat was de reden dat ik potverdikkie. Als je iets wil, moet je het zelf doen. Waarom ik die vaas maakte, doe ik eigenlijk om de kans te hebben om een tekst te kwijt te raken. Ik ben met sommige teksten ben ik heel tevreden. En die laat ik anderen dan zeggen. En dan krijg je dus die dubbelwerking, begrijp je? Je hebt een ding met een titel en dan komt er nog iets bij. Dan komt er nog een tekst bij. En die moet er echt bij ook. He, zoiets als. Even mooi opzoeken. Er zegt er eentje. Dan veronderstel je dat je vraagt hoe gaat het met je? En dan zegt ze, of het antwoord is dan: ik ben een maquette of ware grootte. Kijk, dat is een extra, toch iets extra's. Ik draag mijn hart op jouw tong. Vind je die mooi? Ja, dat vind ik prachtig. Ja. Ja, dat is allemaal veel eenvoudiger dan je denkt. En waarom moest hij All About Eve maken? Waarom? Ja, hoe zo'n proces werkt, dat kan ik niet uitleggen. Dat komt bij je op. En ik weet het eigenlijk wel, omdat ik het. Dat heb ik in de glasloods gedaan. Het maken van dat gezicht, dat kan ik alleen. Dat kan niemand anders. Het was niet zo, omdat het werk je met een hete draad. En dan moet je maar proberen om die wenkbrauwen mooi rond te krijgen. En dat is een heksentoel. En dat mislukt ook vaak. En maar die ik met Arie Verloping gemaakt heb, ben jammer dat ze hier niet zijn. Die zijn heel goed gelukt. Kijk, je moet goed begrijpen, ik ben eigenlijk helemaal geen glasmaker. Ik ben een tekenaar en schilder. Dus mijn lijnvoering
is beter dan welk stuk glas dan ook. Maar dit is een mooie oplossing, want nu kan ik en tekenen en glas maken. Die moet precies de goede lengte hebben, precies de goede temperatuur hebben. Anders kan ik niks, anders breekt die halverwege af. Ja, spannend om te doen. Pardon? Nu, voor die draad. Ik vind het qua draden wel mooi. Pardon? Ik vind het qua tekening wel mooi. Nou, zeg maar dat. En kan hij dat ook goed met Bernard? Nee. Nee, ja, God, iedereen heeft zijn eigenaardigheden. Het lijkt nou zo eenvoudig en zo simpel. Dat heeft Bernard wel. Bernard is natuurlijk wat robuuster dan ik vind. Die zou gewoon een draad geven. En dat is net, dat kan ik net niet gebruiken. Maar dat kan je natuurlijk niet constant hardop zeggen. Andere dingen dan ik ooit zou maken. Nee, maar ze wel. Misschien beter. Denkt u daarbij ook aan vrouwen? Ja. Of aan uw vrouwen? Ik hou van vrouwen, dat is het mooiste wat er is. Ja? Ja, vind je niet? Ja, dat zou jij niet vinden, maar dat vind ik wel. Ja, dat kunnen ook verrekt en lastig zijn, hoor. Jawel, maar dan moet je daar maar wat aan doen. Hè? Waar kijkt u dan naar? Ja, waar kijk je naar? Het is meer een atmosfeer, hè, waar je de warmte bijvoorbeeld, of hey, godje, wat wordt dit voor een verhaal? Of... Het is niet de geëikte, je moet helemaal niet aan seks denken of zo, niet aan de geëikte borsten en kuiten. Het is de atmosfeer waar ik goed mee uit de voeten kan. Ja. Maar waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het nou om de schoonheid? Of om het goede gevoel? Wat schoonheid, wat is dat? Ik heb er toch steeds moeite mee. Iets wat mooi is. Wat is mooi? Iets, daarom heb ik ook die uitspraak thuis hangen. Het is mooi, maar goed. Dat is mooi zwart. Als het goed is.